Hij gaat de voeten vandoor, C. Heel veel politie eenheden, ja, schieten jongens. Hallo mensen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP voor Amor. Dit is Wim. En ja, wij zijn op pad met de Zulu. En we hebben hier meteen een achtervolging die over het vliegveld bezig is. Ja, het weer is niet helemaal super, dus we moeten echt even... We hebben in ieder geval nu nog toestemming om op te stijgen, maar dat kan zomaar veranderen. Ja. Hier gaat een auto er vandoor. Het zou gestolen zijn hier op het vliegveld. Wij mogen er achteraan gaan met de Zulu om vervolgens politie-eenheidjes erbij te laten komen. We gaan niet alleen oplossen hoor. Vliegverkeer is stilgelegd. Dat betekent dat er geen vliegtuigen kunnen gaan landen of opstijgen. En ik ga weer even wennen aan deze camera. Maar dat gaat helemaal goed komen. Een collega vraagt om assistentie. Ik kan altijd naar de schaduw kijken en dan weet ik dat ik nu weer naar voren kan vliegen. Je moet opletten met die paal. We zitten er boven. De politie crasht hem. We gaan nog een eentje erbij vragen. We willen hem eigenlijk zo snel mogelijk hier van het vliegveld af hebben. Hij gaat de voeten vandoor, C. Verdachte rent zijn voeten vandoor richting collega's. Collega's zien hem echter niet, of haar. De redder gaat nu langs. Het betreft een mevrouw. Leeftijd ongeveer geschat, 40 jaar oud. Grijze spijkerbroek. Is gevallen. Oh, ik zie niks meer. Geen controle over de Zulu. En daar zijn we weer. Wow, spacend. Wow. De collega's hebben blijkbaar niet door, mevrouw rent. Wij vliegen er boven. Toegang op de snelweg, maar of op de landingsbaan mag naar rechts. Waarom rijden jullie allemaal door? Ze kan in principe geen kant op. Alles hier. Is omringd met hekken. Moeten we nou echt zelf gaan landen om die vrouw te pakken? Want niemand doet het blijkbaar. Hallo? Nee, niemand gaat het doen. Dan gaan wij het doen. Kikkeboe. Stoppen. Uitzetten. Zo. Dan blijven. Wat een conditie heeft die vrouw. Dan blijven. Tackle. Aangehouden. Liggen. Ja ja, ook de heli heeft een taser. Goed, we hebben een vrouw aangehouden. Nu zullen jullie denken, waarom land je met de Zulu? Dat is helemaal niet logisch. Nou, ik zag het laatst, of laat, een tijdje terug in een filmpje dat ook de Zulu even landde. Om de, misschien bij Pro 2470 er was. Dat de Zulu landen om de verdachtes ook aan te houden of in ieder geval aan te spreken of ook even te zien, zoiets. En ook in Engeland heeft hij dat vaker, hebben ze dat vaker gedaan. Als je politie op je hielen kijkt in Engeland, die serie van de Engelse politie, daar zie je dat ook. Dus ja, ik dacht waarom niet. Nu is het natuurlijk niet al te veilig om gewoon waar ik vloog hier zo tot zij onder de wieken doorrenden. Ja, dat is... Mijn verantwoordelijkheid als zij daar vol in vliegt in die wieken of gewond raakt daardoor. Maar goed, zal mij wat boeien. Ik heb alleen dit beeld en ik weet even niet hoe ik dat wegkrijg. Dat is een bepaald type beeld. Goed, wij gaan de stad in. Vliegverkeer mag wel open. Of vliegen, of ja, wacht maar even. Ja, kom. We gaan gewoon meeluisteren met de meldingen. Dat betekent dat alles wat ook maar in heel deze regio gebeurt met ons doorkomt. En dat is van alles.
En dat kan dus van alles tegelijkertijd komen. 1202 OC, we komen dan. A suspicious vehicle in mission row. Rijdt u alstublieft prio 2. Bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Dat is niet goed, maar daar kunnen we niks mee. Ik vraag om uw assistentie. Assistance required. We've got a station emergency. Multiple officers down. Daar kunnen we misschien iets mee. Een reckless driver. Suspects are known affiliates of the Vago. Rijdt alsjeblieft prio 1. 12:05, ik ben onderweg. We hadden een reckless driver. Dat betekent een roekeloos rijgedrag en die gaat pittig hard. Ik alleen niet waar. AC de Zulu. Lijkt hier. Die ring, waar gaat die? Daaronder. Hebben we een aanrijding gehad? Ja. Oké, okay. Ja, duidelijk voor ons er vandoor. Collega's zitten er al achter. Industrieterrein op. Rechts, rechts, rechts. Nee, hij gaat er waarschijnlijk wel alweer tegen een paal geknald. Achteruit. Nog een keer tegen de paal. Ja, daardoor rechts. Oh, hij gaat onder een vrachtwagen. Ja, oh, er zit een paal tussen jullie in. Snelheid is 40 in het uur. Snelheid loopt op 70, 80. We zitten nog steeds op het industrieterrein waar wij inmiddels af zijn. Linksaf, westelijke richting. Snelheid 60 in het uur. Rechtsaf, noordelijke richting. Meer zuidwest waar we nu naartoe gaan. We gaan linksaf zuidelijke richting zuidoost. Hij loopt met de palen hier. Voertuig staat bijna stil. Snelheid 10 in het uur zoiets. 0 km per uur staat stil achter op een auto. Meerdere collega's erachter. En klem dan. Is ontsnapt rechtsaf in zuidelijke richting. Oeh, hier staat een brug inderdaad. Ik wou toch net zeggen. Even kijken. Voertuig is een blauwe Baller E, oftewel een blauwe Land Rover Range Rover. Hele lichtblauwe opvallende velgen. En voertuig heeft aan de zijkant een soort kussentjes, heel raar. Allemaal. In ieder geval dure auto. Gaat ook snel. Als dit de goede is. Ja, is goed. We gaan de haven in. Handhaven geeft geen fuck. Die denkt hier krijg ik te weinig betaald voor. Terwijl ze als ik daar vlucht voor de politie dan schieten ze altijd om me. Snelheid is 10 in het uur. Achter een voertuig. Middels 30. De langs hier is ook een brug. Goedemorgen hé. En over de brug zo. Snelheid is 70 in een uur. We hebben nog zicht vrij om ons heen. Rechtsaf westelijke richting. Richting naar het water. We gaan richting noorden. In de haven zitten we. Verdachte, ja, daar is die. Oosten, nu weer richting het noorden. Dus
snelheid blijft op zijn hoogst op 70 per uur wat wij kunnen zien. Een haven weer uit, officiële haven uit, meerdere eenheidjes ter plaatse AIB. Want die piepers die het nu doen, die kunnen het blijkbaar niet. Van de snelweg op, nou niet echt de snelweg. Tegen het verkeer in, we gaan vervolgen tegen het verkeer in. Met de vrachtwagen collega's denk aan eigen veiligheid, gaan mee tegen het verkeer in met z'n allen. Hier staat ook weer een paal tering. Hey, oh, hier staat die brug natuurlijk weer. Ik vlieg veel te laag eigenlijk voor een echte Zulu, maar ik ben niet een echte Zulu. We gaan de snelweg op richting de tweede echte haven, zeg maar. Ook daar zal weer een en nu is de snelheid hoog. Nu zal de snelheid ongeveer 140 in het uur zijn. Remt af bij de tolpoortjes, of wat is dat? Die dingen die nooit voor mij open. Ah, deze gaan wel altijd open, de rest gaat nooit open. Goed, we gaan linksaf, noordelijke richting in de haven achter een vrachtwagen. Wacht de verdachte rustig af, daar komen alle eenheden alweer. Een beetje aan de uitdagen, jongens. Op. Kunnen jullie hebben. Een beetje klem rijden. Vol erachterop geknald. Bumper eraf van een van de twee voertuigen zitten zien. Van de baller. Heeft die helemaal een kenteken? Want die wordt hem ook niet echt zo. Zitten nog steeds met z'n allen achter, ik daarboven, lekker veilig. Ik vind ook niet echt veilig wat hier allemaal, waar ik allemaal rekening mee moet houden. Goed, let op, ja dat is hem. Aanhouden, uitstappen, BTGV jongens. Gewoon doen. Heeft lang genoeg geduurd, uitstappen met z'n allen. Schiet hem helemaal overhoop als het moet. Maar ik heb er betere dingen te doen. Oh god, ja hij ramt gewoon alle voertuigen. Maar dit zijn ook echt lekkere voertuigen. Ik heb die in GTA Online heb ik die. En die rijdt toch lekker hoor. ...70 km/u oplopend richting... Nee, blijf 70 weer. Eén persoon in het voertuig trouwens, misschien is dat ook relevante informatie. Het voertuig staat stil, het voertuig ramt een Hummer en hier ga ik sowieso ergens op knallen, want ik verlies helemaal de controle. Alles weer veilig. Ja, verdachte stapt uit. Verdachte gaat rennen. Langs de wagons. Westelijke richting. De collega de voeten achteraan. Verdachte is gevallen over de rails. De collega te voet maakt kans. Collega's in de auto houden in. Ik weet niet waarom. Als de collega maar niet valt. De Hummer houdt ze wel tegen, die collega's. Verdachte ligt weer. Ja, verdachte aangehouden. Keurig werk, jongens. Mocht wel wat eerder, maar keurig werk. Hey. Jongens, was gezellig. Ciao. Zo. Poh, wat een weertje. Is wel opgeklaard. Oh, nou, nu crasht hij. Mooi. Hard. Maar wat een uitzicht hier, joh. Prachtig. Als ik dat mag zeggen. Want het is en blijft GTA. Maar toch echt prachtig. Nou, keurig. Hey, ik ga de mod even opnieuw laden. En wij gaan maar eens tanken. Want het is tijd om te tanken. Want we zijn natuurlijk een partijtje lang bezig geweest. Ik zie jullie zo meteen als we weer veilig en wel op de grond staan en hebben getankt. 12:05, ik ben onderweg. Zoals je hoort, zijn we met twee Zulu's, meerdere auto's achter. Zijn de Zulu? Wij gaan even die kant op. Nee, wij zijn er al weg. Op rotte. Voor gewapende verdachtes. Dit wordt heel moeilijk. Er wordt flink geschoten vanuit het voertuig. Ja, collega, let alsjeblieft op je eigen veiligheid.
Dat is hier de echte Zulu, want die andere die is hier ook op rok. 4 personen in een gepanzerd voertuig. Met gepanzerd glas, gepanzerde wielen, kogelverwerende wielen dan. Even denken, wat hebben we nou? Ja, de rest is ook bepanzerd. Schieten met wat het lijkt. Niet automatische wapens, wel vuurwapens op de collega's. Meerdere collega's sowieso geraakt. Snelheid licht op. Kan ik niet meten. Op dit moment. U hoort het nader van mij. Ik wil graag een AT DSI erbij. In dit geval DSI wil ik er graag bij hebben. Met de Audi RS6. Daar zijn ze. Misschien zijn die nog gespecialiseerd in het schieten. Oh, wat gebeurde daar? Vanuit de auto. We gaan richting... Moment. Afslag vliegveld hebben wij genomen vanaf de snelweg zuidelijke richting. Even kijken, we gaan naar de... Geen zicht op de verdachtes. Steeds geen zicht. Zijn dat ze? Nee, dat zijn ze niet. Ik zie ze niet meer. Op dit moment ben ik ze kwijt, C. Zulu 2 of Zulu 1, want ik vind dat wij Zulu 1 zijn. Is ze kwijt? Nee, weer in het zicht. Hoge snelheid. Langs de vertrekhallen, de bovenste ring. Rechts inhalen. Blijven op de bovenste ring. Weer erom, even geen zicht op de verdachtes. Ik hoor een crashende Zulu, maar dat zijn wij niet. Verdachtes weer uit het zicht, OC. Oh, oké, okay, ze zijn al een flink stuk door. We gaan er weer achteraan. We hebben weer een soort van zicht. We weten ongeveer waar we moeten zoeken. Daarom met de brug. Rechtsaf, oostelijke richting. Richting haven. En stad, ligt eraan waar je heen wilt. Hier in het industriegebied. 1 collega vraagt om een assistentie. Wees aan de Volvo, let alsjeblieft op. Ze schieten gewoon op alles en iedereen die ze tegenkomen. Rijdt alsjeblieft prio 1. De Volvo rijdt nog, dus die is niet dodelijk geraakt. Hopelijk ook überhaupt niet geraakt. We gaan linksaf wederom richting vliegveld. Langs de Maze Bank, westelijke richting. Richting zuiden inmiddels. Wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? We gaan rechtsaf van het vliegveld weg, westelijke richting. We gaan even kijken. De bocht maken richting noorden. En rechtdoor. Nee, we gaan... Linksaf, snelweg op, de brug over richting haven. Zuidelijke richting. Excuses, oostelijke richting. Ik ben zo even kwijt, zijn dat ze? Ik ben geloof ik helemaal achter de verkeerde. Dat zijn ze sowieso niet. Zijn dat ze nou? Ja. Ja, dat zijn ze. Oké, okay, we zitten er weer achter. We hebben hier een brug, daar moeten we rekening mee houden. Snelheid is niet hoog. Snelheid gaat weer omhoog, wil ik niet moeten zeggen. Even uitzoomen. Ik had ook echt geen zin om met de Zulu op te nemen, maar dan achteraf is het toch wel erg plezant en leuk. Maar ik was steeds aan het uitstellen. Ja, collega's zitten er weer achter. Ik heb bij god geen idee hoeveel er nog gaan komen. Maar er wordt nog steeds flink geschoten. Ik hoop dat hun munitie binnenkort op is. En zo niet, ja, dan moeten we een vol klem gaan zetten en gaan schieten. Maar ik vrees het. En ik ga meerdere eenheden oproepen. Ik hoop niet dat hij crasht.
steeds oostelijke richting. We zijn inmiddels twee bruggen overgegaan. Ik ga gewoon helikopter van het AT erbij laten komen. Oh. Vito. Oké. Oh nee, die is meteen gecrashed in een boom of wat. Gaan ze weer terug? Hier zo. En de gun sounds volgen. Geen zicht, oh god, daar achteraan. Hoge snelheid. Snelheid niet te meten. Ik hoor geen sirenes meer, dat is nou ook niet echt een goed teken. Ik hoor alleen schieten. Of een crash in een helikopter, maar het zal wel schieten zijn. Yo, dat is zeker schieten. Ik ben ze alleen kwijt. Even 2 seconden hier op. Oh daar! We staan er nog gewoon. Langs politiebureau, westelijke richting, door de stad, wij gaan wat stijgen. Shift Q. Nee, oké, dit wordt full-out aggressive inderdaad. Je kunt aanpassen van je wilt een safe, dus veilig achtervolgen. Maar dit is gewoon volledig agressief. Rammen, schieten, doe maar lekker pikkies. Een hoop flatgebouw. We vliegen er gewoon recht boven. Het voertuig is in de slip geraakt. Ik weet niet of dat betekent dat een band is kapot geschoten. Ik hoop het ten harte, maar ik weet ook dat die banden van die auto niet kapot kan. Want dat is zo'n ja, weet ik het. Iets met een U en een A en een K geloof ik. En een M. Maar dat weet ik ook al niet meer zeker. En dan moet je gewoon met een raket even dat hele ding kapot schieten. Ze zeggen, jij hebt raketten. Ik weet niet waarmee jij schiet. En waar hun op schieten. Oh god. Hoge snelheid door de stad. Misschien is het beter als we deze gaan afblazen. Ja, ze krijgen hem gewoon niet te pakken. En ja, ze zitten in een volledig bepanserd voertuig. Wat moet je dan? Een collega vraagt om assistentie. De stoep op. Ja, de snelweg op. 1202 OC, we komen eraan. Noordoost. 1202 OC, we komen eraan. Onder de brug. Snelweg af. Snelweg weer op.
Oh wacht, ze zijn daarachter. Het is nu ook niet dat je zegt dat er echt veel politie uit allemaal. Oh god, ja, dit gaat helemaal verkeerd. Als hier een hoog gebouw staat, dan zijn we helemaal... Kadoek. Nee, oké, van alle kanten rijden echt en komen echt politieauto's. Ik dacht, want ik blijf ze maar oproepen en ik wil niet in één keer die knop spannen, spammen. Spammen. Weet ik, lekker woordje om het uit te spreken. Want dan gaat het mis. Ik ben ze even kwijt. Maar hun zitten ergens. Ja, daar gaan ze. Ja, die collega's houden er ook nooit bij, joh. Die helikopter is mijn enige hoop, maar die heb ik niet echt, die hoop, op dit moment. Want hun schieten wel, maar hun schieten niet echt goed, geloof ik. En het heeft niet echt zin. Het wordt echt donker, zoals je ziet, gaat deze camera raar doen. Oeh, die vrachtwagen die gaat daar de weg afsnijden. Of die is gewoon doodgeschoten. Ik ga gewoon die knop vol spammen. En als het misgaat, ja jammer. Als het goed gaat, dan hebben we misschien. Mocht de game crashen doordat ik 30 keer op deze knop druk, dan hebben we de achtervolging afgebroken. Mocht het goed gaan, dan hebben we de achtervolging niet afgebroken. Heel veel politie eenheden, ja, schieten jongens. Oh, ze schieten op mij. Het is normaal pikkies. Ik ben toch alleen maar de Zulu in dit verhaal. Eén collega vraagt om assistentie. Oeh, de FPS gaat heel erg omlaag, maar kijk al die collega's joh. Rijdt alsjeblieft. Ja, nee, oké. Achtervolging.